De eerste afstand bij de vrouw was de 3000 meter. En het verhaal van de 3000 meter laat zich gemakkelijk in drie hoofdstukken schrijven. Het geweldige succes, de enorme teleurstelling en de aangename verrassing. We beginnen met het succes. Het is misschien toch wel terecht, niet volgens de regels natuurlijk, Vriesinger hier rijdt. Maar ze is beter dan Heike Wannicke, die in haar nadagen zit en inderdaad op de 5 kilometer nog wel goed wegkomt. Maar niet meer zo goed als deze Annie Vriesinger. 33 rond, 3.02.07. En die 3.02.07 is 1/14 seconde sneller dan het baanrecord van Niemann. Niemann sloot tijdens het wereldkampioenschap allround haar 3000 meter hier in Nagano af met rondjes 33-2 en 33-7. 33-2 ook voor Vriesinger, die dus die voorsprong van 1/14 behoudt. En af gaat stevenen op een nieuw persoonlijk record, op een baanrecord en natuurlijk op een nieuw Olympisch record. Afkomstig uit Insel, uit het voormalige West-Duitsland. Annie Vriesinger, voormalig wereldkampioene. En hier een uitstekende 3000 meter op de Olympische Spelen. Een nieuw persoonlijk record, een nieuw baanrecord en een nieuw Olympisch record. 4:09.44 voor Annie Vriesinger. De derde tijd ooit gereden op deze afstand. 4:19.24 voor Tunsberg. Dat is geen persoonlijk record voor de Noorse. Maar de derde tijd ooit voor Annie Vriesinger. Bechstein, wereldrecord. 4:07.13. Niemann, 4:07.80. En dan Vriesinger, 4:09.44. Derde tijd ooit. Jezelf kunnen overtreffen op de echt belangrijke dagen. Vriesinger weer compleet totaal los, zoals we dat van haar kennen. En even haar adem moet happen inderdaad, omdat ze last heeft van bronchitis. Nu dus meer lucht krijgt op deze manier. Kapot over de streep. En dan de tweede Duitse, wereldrecordhoudster Claudia Pechstein. Zij had een geroutineerde tegenstander. Hunyadi, 31 inmiddels. Het zijn haar vijfde Olympische Spelen. Met de kanttekening dat ze de Olympische Spelen van Sarajevo nog schaatste onder de vlag van Hongarije. 1400 meter, Pechstein 1:54.30. Bijna 2 seconden sneller dan Vriesinger. En 1,5 seconde voor op haar eigen wereldrecordschema van Hamar, 13 december. Op naar 1800 meter. Tijdens het wereldrecord had Pechstein daar 2 minuten 27 seconden 58 honderdste. 2:27.58, hier 2:26.29. En weer een 31er. Was voorspeld vanochtend als eindtijd voor de gouden medaillewinnaars. Ja, dan heb je die 31ers nodig. Die moet je zo lang mogelijk vast zien te houden. ...2200 meter, wereldrecordschema, 3 minuten helemaal exact. 2:59.12, dus bijna 19e sneller dan het wereldrecord. Maar de seconde, een seconde kwam er bovenop de rondetijd. Dat is eigenlijk te veel. Dus is het nu erop of eronder voor Pechstein? Die altijd even kijkt naar die binnenbocht en dat nu ook weer deed waar Hunyadi blijft. Hunyadi is uit het zicht, maar Pechstein heeft het moeilijk met nog 1 ronde te gaan. Het is boven zwaar. Het wereldrecord nu. 34. Ze bezwijkt. Ja, bezwijk, wat heet bezwijken? Ze zal niet aan dat wereldrecord gaan komen. En dat lijkt me nodig, een wereldrecord voor goud vandaag.
Ja, en wat denkt Koenda Nieman nu, die aan het inrijden is op de binnenbaan, die dit natuurlijk wel ziet en hoort allemaal. Linksboven het wereldrecord, 4.07.13. Helemaal kapot over de streep, Claudia Pechstein, 4.08.47. 4.12.01 voor Emmesje Hunyadi. Bijtend op de tanden. Niet geslaagd in de poging die ze zeker ondernam een nieuw wereldrecord te rijden. Omdat ze weet dat dat nodig is voor goud. En dat is er niet gelukt. En toen kwam er nog één die een serieuze aanval op de snelste tijd inzette. Weer een Duitse, natuurlijk Koenda Nieman. 2.26.29 was de doorkomst van Claudia Pechstein. 2.26.53, drie tiende dus langzamer voor Koenda Nieman. 31.09 de ronde. Zelfde rondetijd als Pechstein in dit stadium van de 3 kilometer. Holum nog steeds voor Rodriguez. Wordt het podium geheel Duits? Niet zo gek om dat te veronderstellen nu. 2.59.27, 1500ste boven de tijd van Claudia Pechstein. Maar de rondetijd van Nieman was nu sneller. En Pechstein besloot met rondjes 34.0 en 35.2. Dus gaat Nieman in haar opzet slagen, zo lijkt me. Ze is ook sneller nu dan het schema van het wereldrecord. Want dat gaf aan bij de bel 3.33.04. Schema wereldrecord Pechstein. 3.33.04. 3.32.91. 1 tiende sneller dan het wereldrecordschema. 33.6 de rondetijd is 4 tiende sneller dan Claudia Pechstein. Hier gaat een nieuw wereldrecord gereden worden door Nieman. Eén bocht nog. In Hamar bezweek ze onder de druk van het favoriet zijn. Nu heeft ze haar race volledig ingericht op de tijd van Pechstein en gaat ze slagen. ...4.07.29. Geen wereldrecord dus. Maar wel de beste tijd. En daar gaat het om. Een geheel Duits podium. 1 Nieman. 2 Pechstein. 3 Friesinger. Dan de rest van de wereld. Nieman, Pechstein, Friesinger. Dat heet 1, 2, 3. Stond über alles en was Koenda Nieman 4 jaar geleden in Hamar nog de grote pechvogel. Dit jaar is de Duitsers het Olympische schaatstoernooi uitstekend begonnen. Ja, auf alle Fälle. Also für mich ein Traum. Ich hatte die ganze Saison eigentlich einen Traum. Dafür habe ich trainiert und letztendlich freut man sich dann, wenn er in Erfüllung gegangen ist. Ja. War es so schnell wie erwartet? Ich habe überhaupt nicht an Zeiten gedacht. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit das Feeling gesucht, weil doch jeden Tag das Eis irgendwie ein bisschen anders war. Und man hat sich in Richtung der Wettkämpfe eigentlich sehr viel Mühe gegeben. Und es gab Tage, da gab es sehr, sehr schnelles Eis. Ich weiß nicht, ich denke, heute war schweres Eis zu laufen. Es war sehr warm in der Halle und ich denke, das Eis war sehr weich. Aber das weiß man nicht. Also ich habe wirklich versucht, ruhig zu bleiben. Ich hatte Orientierungspunkte vor mir, die habe ich mir angeguckt. Und dann habe ich versucht, alle Kraft zusammenzunehmen und wirklich das Optimum zu finden für mich. Das war ein Vorteil, die Orientierungspunkte. Was heißt Vorteil? Man muss das nehmen, was man bekommt. Ob man vorne oder hinten läuft, das ist vollkommen wurscht. Das sind Olympische Spiele und da gibt man einfach alles. Und letztendlich weiß man, dass man stark ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Claudia Pechstein hat dus het nadeel dat zij voor Koenda Nieman startte. Ze moest een hele scherpe tijd neerzetten. Ze ging te snel van start en moest dat in de laatste twee ronden bekopen. En dus werd het voor haar uiteindelijk maar zilver. Ich denke, es ist immer besser, wenn man irgendwie auf die schnellsten Zeiten laufen kann. Man kann sich einen gewissen Plan machen. Oder aber man schockt wie damals 94, wo ich meinen 5000 gewonnen habe. Da habe ich sicherlich die Gunda geschockt mit meiner Zeit und das hat damals gereicht. Heute nicht ganz, aber das ist, denke ich, egal.
Diese Farbe habe ich noch nicht für Olympia und da freue ich mich total drüber. Es ist schwer genug. Bei der Weltspitze heutzutage ist es sehr, sehr eng geworden. Und ich denke einfach, dass es für uns Deutsche Platz 1 bis 3 einfach mal optimaler geht es gar nicht. Ne? Die letzten zwei Runden, die waren entscheidend. Ja, ich sag mal, ich bin halt relativ schnell angegangen. Das war halt mein Problem. Aber man muss einfach schnell angehen. Ich habe vorhin schon gesagt, im deutschen Fernsehen, da kam der Mann mit dem Hammer und der kam heute ziemlich doll. Aber das ist egal, ich habe es noch zur Silbermedaille retten können und ich denke, das ist super. Ich habe sicherlich gewusst, dass die letzten zwei Runden sehr, sehr schwer werden. Das hat man dann schon gemerkt und da hieß es ganz einfach auf die Zähne beißen. Okay. Gratuliere. Danke. Tschüss. Ciao. Thank you very much. Thank you very much. Na het hoofdstuk succes, nu tijd voor het hoofdstuk teleurstellingen. Het is niet anders wat dat betreft de Nederlandse vrouwen. Want zij kwamen er op de 3 kilometer niet aan te pas. Annemarie Thomas was de beste op de 8e plaats. Carla Zijlstra werd vandaag 9e en Tony de Jong eindigde als 16e. Na afloop was de coach van de vrouw, Sijtje van der Lender, dan ook heel duidelijk in haar commentaar. Ja, het was gewoon heel slecht. Als Annemarie dus 8e wordt en Carla en Tony die zitten daar ver achter, dan is het natuurlijk dat ze heel slecht gereden hebben. Aangespoord door Bart Veldkamp wint Annemarie Thomas haar rit tegen de Japanse Uehara. Haar 4:14:38 is op dat moment de snelste en uiteindelijk de 8e tijd. Thomas wordt daarmee de snelste Nederlandse. Na afloop is er reden tot tevredenheid. Ik denk het wel, want Annemarie die reed 3 kilometer ter voorbereiding van de 1500 meter. Dus daar kon je echt ook niet meer van verwachten. Haar beste tijd was 4:16, dacht ik. En wanneer je dan 4:14 rijdt, dan doe je het toch redelijk goed, denk ik. Het rijden van Tony de Jong daarentegen viel zwaar tegen. Met 4:19:54 werd ze 16e. Na afloop klaagde ze over last van haar maag. Maar dat kan niet het enige probleem geweest zijn. Nee, want ik bedoel, we hadden het afgesproken en dan gingen ze dus ook nog vanuit dat ze wel misschien 4:10 of 4:11 zou kunnen rijden. Dus dan denk ik, dan voel je je toch niet zo slecht dat dat niet kan. En, maar ze geraakte gelijk volgens mij in de rondjes van de 33. Nou ja, dan kun je het wel vergeten. Je moest hier op dit ijs echt wel hard weggaan. Wat ik miste was jouw spirit, er straalde niets van uit. Nee, de rechte stukken, dat was een beetje, ja, ik noem het dweilerig. En de bochten, dat ging natuurlijk van geen kant. En ik bedoel, ze versnelden geen enkele bocht. En als je zo goed ijs hebt, en zulke goede omstandigheden, moet je dus dat soort dingen moet je in ieder geval gaan doen. Nou, word je een beetje gek als je dan als coach langs de baan staat, denk ik. Ja, want ik kan nog zo hard schreeuwen, er helpt niks aan, hoor. Want ze, ja, normaal rijdt ze ook nog 2 snelle laatste ronden. En als ze reden, dacht ik 35,5 aan het eind. Ja, maar je hebt wel zoiets van, ja, daar word ik straks op afgerekend. Waarom rijden ze niet wat harder? Nee, en ik denk dat dat had ze gewoon ook gemoeten. Misschien dat ze nu voor elkaar krijgt voor de volgende afstand. Maar dit is natuurlijk, hier hoef je niet aan voor naar een Olympische Spelen toe. Terwijl Tony de Jong baalt, rijdt Carla Zijlstra tegen Svetlana Bajanova. Zijlstra hoopt tijdens haar 3e Olympische Spelen eindelijk een medaille te kunnen winnen. Vandaag werd ze 9e in 4:16:43 en kon dus onmogelijk tevreden zijn. Nee, want Carla die was bij de World Cup denk ik in Hamer nog iets van 5e of 6e of 4e. Maar goed, in ieder geval in het bovenste gedeelte. En nu is ze echt ja, een holum en alles rijdt haar voorbij. En ik denk dat is daar niet Carla waardig. Nu heeft ze zelf gezegd, ja, ik ben er veel beter voor, ik sta er veel beter voor dan voor Lillehammer. Ik weet waar ik mee bezig ben, ik heb een ideale voorbereiding gehad. Hoe kan het dan weer niet kloppen? Ja, ik denk dat Carla een moeilijkheid heeft, dat ze dus nu vandaag moest je echt, wilde je met de top meedraaien, rondjes van 31 mee beginnen. En dat is voor Carla heel moeilijk om rondjes 31 te gaan rijden. Dus ze begint al met een 32, dacht ik, en dan komt ze ook in de 33 en dan heb je tijden van 4:14. Wanneer het dan heel erg mee zit, zoals in Heerenveen of in Hamer, dan race ook 4:11. Maar dan moet je echt, hier moest je dus echt ook werken voor 31. En er waren een stuk wel die dat konden. Nou ja, die hadden dus ook een goede tijd. Al dus Sijtje van der Lende en tot zover het hoofdstuk teleurstelling. Tijd nu voor de huiskamervraag. Is het voor het eerst dat 3 Duitse vrouwen als 1e, 2e en 3e eindigen op de Olympische Spelen? Nee, want 14 jaar geleden in Sarajevo was dat ook al het geval. En toen stonden 3 Oost-Duitse dames op het erepodium. De namen waren Schöne, Enke en Schönbrunn. Tot zover bijna het hoofdstuk, de hoofdstukken van de 3000 meter. Nog eentje hebben we te gaan. De grootste verrassing op de 3 kilometer komt uit Amerika. Jennifer Rodriguez. Ze eindigde achter de 3 Duitse medaillewinnaars als 4e.
Ze was vandaag de eerste deelnemster die onder het Olympisch record uit 1988 dook, dat nog steeds op naam stond van Yvonne van Gennep. En dat voor iemand uit Miami, Florida. My boyfriend, Casey Boudier, he was an inline skater. And that's how we met, was through inline skating. And he told me to give the ice a shot, come up to Milwaukee and see if I liked the ice. And maybe I could make the Olympics. Maybe not, maybe. But so I went up there and I tried it and I liked it. And I just started getting better and better. How long ago was that? It was September of 96, a year and a half ago. That's unbelievable. Yeah. How's that possible? I don't know. Hard work. I worked really hard over the summer, but probably inlining helped a lot. I was also a figure skater on roller skates, and that probably helped me a little bit too. So I don't know. Do you know Yvonne van Gennep? No, I don't know. Didn't you realize you broke her Olympic record? Oh, and when I crossed the line, I didn't know. I just knew that it was a big personal for me. And then once I was skating around, they said, oh, new Olympic record. I was like, oh my gosh, I can't ask for anything better than that. I mean, I could not have skated any better than I did today. What about Gerard Kempers, your coach? He's great. There's not enough things I can say about Gerard. He's got me to where I am today, and I wish he wasn't leaving next year, so maybe he could work with me for another 4 years. But I don't know, maybe some way I'll be able to work with him. I really like Gerard, and I mean, he's just a great coach all around. Ze heeft heel veel gevoel voor het ijs. We hebben met onze regionale coach en de afgelopen jaar met mij hebben we heel hard gewerkt aan techniek. En we hebben heel veel goede dingen gezien over de laatste maanden, vooral in training. En vandaag kwam het allemaal. Ze is een super talent, toch? ze is een groot talent. Aan de andere kant moet je ook kijken naar de resultaten van de andere deelnemers. En die vielen toch ook wel enigszins tegen, denk ik. Ja, een meisje dat zeg maar anderhalf jaar op het ijs staat, verslaat hier alle Nederlanders. De beste werd achtste. Mm-hmm. Dat is toch ongelooflijk, zoiets? Ja, ik ben er erg blij mee, hoor. En ze zat heel erg goed in de race vanaf het begin. En dat heeft ze volgehouden. En ik geloof zelfs dat ze het allerbeste laatste rondje heeft gereden van alle deelnemers. En ik weet niet of het zegt waarschijnlijk aan de ene kant heel veel over Jennifer. En het zegt ook een beetje over de andere deelnemers op dit moment. En iets over de coach? Ik hoop het. Aldus Gerard Kempers.